Leef jij op dit moment voluit? Of zijn er misschien nog angsten die jou blokkeren? Of heb je misschien het verleden dat je nog meedraagt naar het heden, waardoor je toch niet helemaal voluit leeft? Of heb je misschien angst om te falen? Zijn er misschien dromen in je, verlangens, maar die komen nog niet helemaal tot uiting, omdat je toch bang bent voor het onbekende? Of dat je misschien loopt met, en hoe zou het dan financieel zijn? Dit zijn allerlei vragen en uitdagingen waar heel veel mensen mee lopen. En waar ik je bij wil gaan helpen in mijn bijzondere nieuwjaarsretreat. Mijn naam is Maria Joanna en ik help je dus op je spirituele pad en in je persoonlijke groei. Dat jij voluit expressie kunt geven aan wie jij werkelijk bent. En ik dacht, ik ga dit jaar iets heel bijzonders doen. Ik ga een nieuwjaarsretreat neerzetten, of eigenlijk volgend jaar. En daarin ga ik mensen helpen om nou echt te gaan voor wat je werkelijk wilt. De jaarwisseling is zo'n moment van zelfreflectie, een nieuwe start. En om het nou echt een nieuwe start te laten zijn, dacht ik, hoe leuk is het om op een heel bijzonder eiland, op een hele mooie plek, samen te komen met gelijkgestemden en een week lang te gaan werken aan onszelf. Om echt reflectie te doen en te kijken van binnen, wie ben ik en wat wil ik en hoe wil ik dan mijn leven gaan veranderen? Hoe kan ik nou in het vertrouwen stappen? Hoe kan ik mijn angsten loslaten? Hier wil ik je samen met Vrouwke in gaan begeleiden in ons nieuwjaarsretreat. Dat je dus helpt om je levensmissie te ontdekken en voller te gaan voor wat jij wilt. Zelf ben ik ook lang zoekende geweest naar wat wil ik nou? Toen ik mijn carrière begon dacht ik, ja, ik wil wel iets bijzonders doen. Ik wil wel iets groots of zo had ik in mijn hoofd. Maar ik wist echt niet wat. En toen ik in het bedrijfsleven kwam dacht ik, ja, maar dit is het toch niet. Dus het bleef maar zoeken en zoeken en ik kwam steeds tot de conclusie van, dit is het niet, maar wat dan wel? En ik dacht, ik wil wel ondernemen, maar wat dan? Het was nogal een zoektocht en de vraag wie, wat wil ik, leidde naar wie ben ik? En om die vraag te beantwoorden, ja, moet je wel op het spirituele pad gaan en naar binnen gaan om te ontdekken wie je nou werkelijk bent. En op het moment dat je naar binnen gaat, gaat er een nieuwe wereld voor je open. Ja, ik zou echt zeggen dat de spirituele zoektocht is voor mij het mooiste geweest wat ik ooit heb gedaan en wat ik nog steeds doe. En ook om mensen daarbij te begeleiden, want daar ontdek je zoveel mooie dingen en het houdt gewoon niet op. En ook kun je daar je essentie voelen en de liefde voelen voor jezelf. En naarmate je meer in verbinding staat met jezelf, naarmate je zelfliefde ook groeit en je zelfvertrouwen groeit, waardoor je leven steeds mooier en mooier wordt. En omdat mijzelf zoveel heeft gedaan en mijn leven compleet heeft veranderd, wil ik het ook doorgeven. Voor als je me niet kent, mijn achtergrond is, ik heb in de financiële sector gewerkt. Ik heb sales gedaan, ook in de online marketing heb ik gewerkt. Maar altijd was ik eigenlijk salesdame. En op een gegeven moment dacht ik, dit is het niet. Toen ben ik een boek gaan schrijven, Quarter Life Challenge. In 20 dagen weten wat je wilt. Dat kwam aan de aanleiding van studies en seminars. Ik ben heel veel in het buitenland geweest ook om dingen te studeren. Ik heb mijn NLP practitioner geweest, gedaan mijn NLP master. En van daaruit ontstond het boek. En met het boek ontstond ook meteen het ondernemen. Maar dat was voor mijn begin best wel moeilijk, want ik wist helemaal niet hoe ik moest ondernemen. Ik wist alleen maar, ik wil iets betekenen voor anderen. Hoe? Ik had geen idee. Maar ik leerde toen, door gewoon de stappen te nemen, ontstaat de weg vanzelf. En toen ik nog maar net mijn boek had gepubliceerd, voelde ik toch een bepaalde onrust van, ja, er is toch nog meer. En dat bracht mij tot de ontdekking van mijn innerlijke wereld en op het spirituele pad. Misschien heb je ook de video gezien over mijn ayahuasca-ceremonie. Dat heeft heel veel voor mij gedaan om ook mystieke ervaring te hebben, die daarna ook spontaan ontstonden, ook mede door mijn visioenenmeditaties. Ik heb mijn naam veranderd naar mijn geboortenamen, dus voorheen was het Mariette Schouten en nu draag ik mijn geboortenamen Maria Joanna. En vanaf dat moment is alles veranderd in mijn leven en is alles eigenlijk alleen nog maar de positieve kant op gegaan. Is alles vanzelf gegaan en is alles zeg maar gelukt, zou ik dan maar zeggen, wat ik in mijn hartsverlangen had. En dat bracht mij ook op Bali. Daar heb ik 9 maanden gezeten in totaal, in 2 keer. En daar heb ik dus ook de passie gevonden voor het geven van retreats.
En de retreats zijn enorm powerful voor mensen die echt serieus met zichzelf aan de slag willen en een verandering willen maken. Of mensen die hun innerlijke rust willen vinden, want vanuit je innerlijke rust ontstaan de mooiste dingen. Ook is het fijn om echt een week lang even in een mooie omgeving te zijn, samen met gelijkgestemden, waarbij iedereen je gewoon begrijpt, waarbij je alles kunt zeggen, waarbij je je veilig voelt en waarbij je echt dingen kunt uitwerken. We gaan werken om dingen los te laten, want hetgene wat mensen tegenhoudt is angst. Dat hebben we allemaal en we zijn allemaal ergens onzeker over. Ik ook nog steeds. Iedereen blijft daaraan werken. Maar je merkt wel, hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je de verbinding hebt met jezelf, hoe gemakkelijker dingen gaan en hoe zelfverzekerder je wordt. En ook hoe meer je vertrouwen hebt in het leven. Want als jij vertrouwen hebt in jezelf en in het leven, dan zul je ook meer stappen zetten en zullen steeds meer bijzondere dingen gebeuren. Dus ik ga je helpen in het retreat om te verbinden met wie je werkelijk bent. We gaan ook 2 dagen stil te houden, zodat je ook weer je innerlijke stem herkent en dat je daar nu kunt gaan luisteren. Misschien is dit wel het allerbelangrijkste om te herinneren en om te ervaren en om mee naar huis te nemen. Dus hoe je in de stilte jouw innerlijke stem kunt horen. Dat heb ik zelf ook gedaan, een stilteweek. En voor mij heeft het echt mijn leven veranderd. Dus daarom wil ik het ook heel graag aan jou doorgeven hoe het is om in die stilte jezelf te ervaren. En om dichter bij jezelf te komen. En met die thema's vanuit de stilte gaan we werken. We gaan dus kijken welke angsten zijn er, welke belemmerende overtuigingen. Wat wil jij loslaten? Want het gaat niet om heel hard je best te doen om iets te creëren. Het gaat erom dat je loslaat. Dat je vertrouwen hebt. En dan zal je leven veranderen. Maar ook gaan we je helpen en begeleiden om helder te maken wat je nu werkelijk wilt. Wat is jouw levensmissie? En hoe kun je nou stappen voorwaarts maken op jouw levensmissie? Want het belangrijkste is implementatie. We gaan echt veel aandacht besteden aan hoe implementeer je nou de stof van het retreat wanneer je naar huis gaat. En dan is het ook fijn dat je samen met gelijkgestemden bent. Je kunt met hun allemaal verbinden, je kunt met hun samenwerken. We gaan oefeningen doen. En je hebt ook veel lol. Dat is ook een heel belangrijk moment. Dat is ook een heel belangrijk element in je leven om lol te hebben, fun te hebben, om de muziek weer te horen, om de muziek in jezelf weer vrij te maken. Daarnaast is het ook gewoon fijn om aanwezig te zijn, om te verbinden met een gelijkgestemde, om samen te zijn, om een gezonde lifestyle te hebben voor een week lang op een hele mooie locatie, om in de natuur te zijn. Ja, we doen iedere dag yoga, we hebben gezonde voeding. Ja, je mediteert iedere dag en je bent echt met jezelf bezig. Dus je kiest echt voor jezelf. Maar ook ga je gewoon rust vinden, want ik geef je ook tijd om tot jezelf te komen. Om even misschien te gaan schrijven, iets te lezen, te verbinden met de andere mensen. Dus het is echt een volledige week die jouw leven gaat veranderen. Want iedere keer, vooral als je live naar events gaat, uit eigen ervaring tenminste, verandert er altijd iets. En ook de mensen die je ontmoet, die kunnen je ook weer zoveel brengen. Dus ja, het is gewoon super waardevol om een week lang de tijd voor jezelf te nemen. En zeker in het nieuwe jaar, daar is al de energie eigenlijk naar van verandering. En dan nog op zo'n bijzondere plek op Ibiza. Ja, dit kan alleen maar een mooie week worden. Ik kijk er zo ontzettend uit om jou te mogen ontvangen op de prachtige plek op Ibiza. En om samen met jou te mogen werken, zodat jij je leven kunt veranderen. Dat je echt weer in verbinding staat met wie je bent. Want jij verdient het net zoals iedereen om echt een fantastisch leven te hebben. En het begint allemaal bij jezelf. Dus gun jezelf om deel te nemen aan dit prachtige nieuwjaarsretreat. Schrijf jezelf in en ontmoet elkaar heel snel op Ibiza.